Premie en rendement. U betaalt een premie aan SPMS. In deze animatie leggen we uit waarvoor SPMS de premie gebruikt. Iemand die meer dan 186.000 euro omzet, betaalt per jaar ruim 28.500 euro pensioenpremie aan SPMS. Bij opting-out is dit bedrag bijna 21.500 euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de financiering van uw pensioen. Uw pensioen bestaat allereerst uit een zogeheten normpensioen. Dit is een vast bedrag dat u elk jaar opbouwt. Bij een volledige opbouw is dit 977 euro. Mocht u de opting-out nog meedoen in de oude regeling, dan is het bedrag 733 euro. Daarnaast wordt dat normpensioen normaal gesproken ieder jaar cumulatief met 3% verhoogd, ook nadat u bent gestopt met premiebetalen en nadat u met pensioen bent gegaan. Zo blijft uw pensioen welvaartsvast. We proberen extra te indexeren als de loontrend van ambtenaren boven de 3% ligt en als de dekkingsgraad boven de 140% ligt. Er zijn dus twee oorzaken waardoor we boven de 3% kunnen indexeren. De premies alleen zijn niet voldoende om uw pensioen te betalen. Verreweg het grootste deel van uw pensioen wordt gefinancierd uit de belegging van uw premie. Het is dus belangrijk dat er voldoende rendement wordt behaald op de ingelegde premies. Op de lange termijn levert beleggen doorgaans meer rendement op dan sparen. Beleggen is echter ook risicovol. De waarde van de beleggingen kan schommelen. Een pensioenfonds kan echter meer risico nemen dan een individuele belegger. En op de lange termijn levert dat weer meer rendement op. Hoe zit dat? Allereerst kan een pensioenfonds door het grote vermogen de beleggingen makkelijker spreiden over verschillende sectoren en regio's, waardoor het risico gespreid wordt. Daarnaast heeft een pensioenfonds een langere beleggingshorizon. De horizon is de termijn waarop het resultaat behaald moet zijn. Een individuele belegger moet het risico afbouwen als de pensioendatum in zicht komt. Een pensioenfonds belegt voor veel mensen tegelijk, waardoor er nooit sprake is van een korte horizon. Ook na uw pensioeningang heeft u hier dus voordeel van. Hoe langer de horizon, hoe meer risico u kunt nemen. Er zijn immers meer jaren waarin eventuele slechte jaren weer goed gemaakt kunnen worden. Bij een individuele belegger komt het veel meer aan op het ene moment. Door te beleggen via een collectief, voorkomt u dat u als individu een plotselinge koersdaling vlak voor uw pensioen moet opvangen. Met elkaar vormt u reserves en vangt u eventuele koersdalingen op. Een ander nadeel van het individueel sparen is dat er veel discipline nodig is, zeker als het wat minder goed gaat of wanneer er grote uitgaven gedaan moeten worden. De premie is voor deelnemers aftrekbaar als beroepskosten. De uitkering wordt te zijne tijd wel, maar naar verwachting lager fiscaal belast. In de tussentijd worden uw pensioengelden bij SPMS niet belast met vermogensrendementsheffing. De premies zijn, naast het rendement van de beleggingen, een belangrijke basis voor uw pensioeninkomen. Maar waarvoor wordt de premie nog meer gebruikt? Tijdens het deelnemerschap bij SPMS zijn verschillende risico's verzekerd. Denk aan de levenslange uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Deze wordt berekend alsof u tot uw 65e premie zou hebben betaald. Maar denk ook aan het tijdelijk partnerpensioen, het wezenpensioen en de arbeidsongeschiktheidsdekking die ervoor zorgt dat uw pensioenopbouw doorloopt als u arbeidsongeschikt wordt. Voor de arbeidsongeschiktheidsdekking is geen medische keuring verplicht bij aanvang van deelname aan de pensioenregeling. Het verzekeren van deze risico's is via een collectief veel goedkoper dan op individuele basis. Een deel van uw premie wordt gebruikt voor het betalen van de uitvoeringskosten. Hierbij moet u onder andere denken aan de administratie van het fonds en de in- en ex-casso-kosten. Een ander deel van uw premie dient als basis voor de welvaartsvastheidsbescherming, de jaarlijkse standaard 3% indexatie van uw opgebouwde pensioen. Dit bedraagt zo'n 40% van uw premie. Daarnaast hebben we te maken met beleggingskosten. Deze worden niet uit de premies betaald. De beleggingskosten worden betaald uit het belegd vermogen. De totale beleggingskosten bedroegen in 2012 0,9% van het vermogen. In 2012 behaalde SPMS een beleggingsrendement na aftrek van kosten van 16%. In 2013 behaalde SPMS een voorlopig beleggingsrendement van 1,8 procent. Hoe verhoudt uw ingelegde premie zich tot uw pensioenuitkering? Een gemiddelde specialist ontvangt aanzienlijk meer dan hij inlegt. Een specialist die nu 35 is, gaat over 30 jaar met pensioen. Hij heeft dan voor zijn ouderdomspensioen ruim 545.000 euro aan premie betaald. Met 65 jaar heeft deze deelnemer ruim 46.000 euro aan pensioen opgebouwd. Zonder conversie ontvangt deze deelnemer dit bedrag in het eerste pensioenjaar. De specialist in ons voorbeeld kiest niet voor conversie. Zijn uitkering wordt daardoor elk jaar met minimaal 3% verhoogd. Na 24 jaar is hij 89 jaar en ontvangt hij ruim 94.000 euro aan pensioen. In totaal heeft hij dan 1,7 miljoen euro aan pensioen ontvangen. Tot slot is het goed te weten dat SPMS te maken heeft met een bijzondere beroepsgroep. Medisch specialisten leven namelijk gemiddeld vijf jaar langer dan de doorsnee-Nederlander. De deelnemer bij SPMS die nu 65 is, wordt gemiddeld 89 jaar. Het Fonds houdt hier rekening mee en zorgt ervoor voldoende financiële middelen te hebben om gemiddeld vijf jaar langer pensioen uit te kunnen keren. Heeft u vragen? Kijk dan op de website of neem contact op met een van onze pensioenadviseurs.